verbeteren dat die doen, hè. Die strepen dingen door. Ik heb nog nooit een examen teruggekregen dat ik dacht, amai, dat is echt beter geworden. Pas op, ik wil hier zeker niet zeggen dat alle leraars de laatste mensen zijn ter wereld. Zeker niet, nee. Turenleraars. Wat moet een turenleraar thuis nog doen van voorbereiding? Zijn een jogging strijken? Een turenleraar, dat komt aan op zijn werk, hè, in zijn jogging. En dat, ja, we gaan lopen vandaag. Nee, we gaan niet lopen vandaag. Wij gaan lopen. Jij gaat er gewoon wat stuk staan zien in een jogging. Wie gaat er eigenlijk ook in zijn jogging naar het werk? Een turenleraar met een burn-out, als dat kan, dan kan alles. Die kunnen alleen een burn-out krijgen, hè, als ze te lang in de zon liggen. Dat kan, ja. Maar een turenleraar die wist ook niet wat dat dan wilde, hè. Dan was ik elk jaar gebuist, moest er dan een heel jaar van gaan lopen en op het einde van het jaar moest ik dan blijven zitten. Op zo'n oudercontact zei er zoiets een leraar tegen onze pa, meneer Geubels, uw zoon kan het goed uitleggen, maar hij doet niets. En onze pa zei, allee, dat is goed. Dan kan hem toch nog in het onderwijs gezien. Pas op, zeg. Ik heb heel veel respect voor het onderwijs. Ik heb heel veel dingen geleerd op school waar dat ik nu in het dagelijks leven nog echt elke dag heel veel mee ben. Gelijk naar koffie. Dat gebeurt nog regelmatig dat ik tegen mijn vrouw zeg, schat, waarom heb ik die koffie nu weer gelegd?